Even door mijn been. Oh, nu ga ik vanavond goed ruiken in mijn bed. Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video, een nieuwe vlog en bij mij. Vandaag ga ik voor de eerste keer in mijn hele leven wax testen. Normaal gezien doe ik dat altijd zo met een gilettemes. Mijn benen, mijn armen, mijn oksels. Er zijn mensen die mij verteld hebben dat ik dat niet meer mag doen met een gilettemes, maar met wax. Omdat als ik dat met een gilettemes doe, ik weet het niet, maar ik sta precies altijd vol met uitslag of zo. En dan zie ik mijn benen heel rood of ik begin zo van die rode stippeltjes te krijgen. Dus het is alsof ik dat precies niet echt tegen kan. En ik snijd me regelmatig wel eens. Vandaar dat ik in de action denk ik dat deze komt. En dat is de Sense Beauty Daily Care. 20 waxstrips moeten erin zitten. Zo ziet het er trouwens uit. Heel mooi doosje in het roze. We gaan eraan beginnen. Er heeft me al ooit iemand uitverteld gehad hoe dat ik het moet doen. Dus ik hoop dat het mij gaat lukken. Ik heb het nog nooit in mijn hele leven gedaan. Finish wipes. Oké. Dat is waarschijnlijk voor als je gedaan hebt om nog eens met deze wiper over te gaan. Eerst zitten de 20 erin. Ik ga dat open doen. Dan ga ik er eentje uithalen. Voordat ik dit gebruik, moet ik dat eerst opwarmen met mijn handen. Zo is het uitgelegd geweest, hè. Trouwens, lieve mensen, ik wil jullie nog eens allemaal heel erg bedanken voor al jullie lieve reacties onder mijn video van die autoventilatie. Deze is gewoon niet de opwarming van de aarde, maar wel de opwarming van de wax. Goed, en als dat warm is, dan moeten we dat open doen. En als alles goed mee zit, hebben we twee stukken, hè. Zo. Zoals dat je nu ziet, heb ik hier roze en hier roze. Je kunt eigenlijk met zo'n ene strip kun je eigenlijk drie keren ontharen. Dus we gaan dat ook eens proberen. Maar ik ga het doen op mijn arm. Dus ik heb al een klein beetje haartjes laten groeien. Maar ik heb sowieso al niet veel haargroei op mijn benen en armen. We gaan het gewoon proberen natuurlijk. Hè. Dus ik ga het er gewoon opzetten. Oh my god, ik ben daar echt niet goed in, hè, mensen. Sorry als ik het fout doe, hè. Maar ik denk wel dat ik het juist doe. Oh my. Dus ik moet goed wrijven. Ja, dus ik heb het op mijn arm gedaan. En nu moet ik alles heel goed wrijven. En dan voel je ook nog die warmte op je arm. Goed, als dat gedaan is, pakken we het ding. Ik durf niet. Oh my. Oké, kom aan, Katja. Je kunt het. Kom aan, relax. Rustig blijven. En je kunt het doen. Kom aan, hè. 1. 2, 3. Ah! Oh, dat deed pijn. Oh my god. Oh, dat is zeer. Oh, wauw. Ik wil kijken of ik inderdaad haren zie. Hè. Maar ik zie geen haren. We gaan dat nog eens proberen, oké? Wacht, wat gaan we dat doen hier? Oh my, dat deed pijn. Niet normaal. Gevolg er wel van is natuurlijk dat je je niet kunt snijden. Maar dit doet mega veel pijn, zo. Oh, als je dat niet gewoon bent. Nu, ik ben er zeker van, als je dat heel veel doet, dat je dat wel aan gewoon wordt en dat het dan wel niet zoveel pijn doet. In mijn geval doet het nu heel veel pijn. Oké, ik denk dat het goed is. Ik ga eens een andere kant proberen te trekken. Oh my god, hè. 1, 2, 3. Ah, wow. Oké. De ene arm is bijna weer gedaan en ik moet zeggen, het werkt wel. Ja. Het zou natuurlijk wel kunnen dat inderdaad wel haartjes opzitten, maar ik zie het niet. Het is zo heel lichtjes, maar ik denk wel dat er haren opzitten. Hè? Ja, ik denk wel dat er haren opzitten, maar ja, ik zie dat bijna niet en er zit ook niet veel op, dus ja. Ik ga het dus nu proberen op mijn benen, mensen. Oh my. Ik ga jullie meepakken naar mijn been toe. Zodat jullie het kunnen zien. Ik doe dat zo op mijn been. Goed invrijven. Oh my god. Auw, wauw. Jawel, het komt er toch af, ze. Auw, maar dat doet zeer, hè. Ja, de haartjes komen er wel af. Zeg, wat heb ik hier, jong?
Ja, ja, nu zie ik wel haartjes. En het voelt ook wel gladdig. Het plakt al enorme haartjes, maar ik denk dat daardoor... Dus daarvoor dienen wel die wipes, denk ik. Oh my, dat ruikt lekker, deze papier. Maar dat is zo droog, moet dat normaal niet vochtig zijn? Ah, nee, er zit een soort van olie op. Vandaar. Ja, want nu plak het niet meer, zie. Amai, en dat voelt glattig. Dus het werkt, lieve mensen. Hier zijn nog wel haren en hier zijn geen haren meer. Even door mijn been. Oh, nu ga ik vanavond goed ruiken in mijn bed. Oh, dat ruikt echt lekker, niet normaal. Het helpt, dus het werkt wel, want het is heel glattig. Ik vind het ook leuk dat ze zo van die doekjes erbij zetten als je gedaan hebt om daar nog eens over te gaan. Als het de eerste keer is dat je die wax gebruikt, ik verbied het je op voorhand, het doet wel een klein beetje pijn. Ik moet wel eerlijk toegeven, hoe meer ik aan het waxen was, dat het minder en minder pijn deed. Dus ik denk als je dat regelmatig doet, dat het dan ook wel niet zo pijn doet. Dus ja, dat is mijn review voor deze video. Ik hoop alleszins dat jullie van deze video genoten hebben. Doe alvast zeker een dikke duim omhoog. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal en het belletje aan te klikken naast de abonneerknop om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video die ik post. Deel mijn video's ook met andere mensen en laat ook die mensen abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel graag terug morgen in een nieuwe video. Tot morgen. Ciao.